Selamat siang saudara-saudara sekalian. Goedemiddag broeders en zusters. Sebelum saya membawa firman Tuhan, tolong handphone-handphone dimatikan. Voordat ik het woord van God overbreng, wilt u alstublieft uw GSM's uitdoen. Supaya handphone-nya Tuhan bisa terdengar di hati kita. Opdat de handphone, de GSM van de Heer in ons hart kan laten komen. Ada ayat-ayat kembar yang kita biasa ingat. En er zijn ook versen die wij ons aan herinneren. Contohnya Yohanes 1 ayat 1. Bijvoorbeeld 1 Johannes 1. Yunus 2 ayat 2. En Yona 2:2. Amos 3 ayat 3. Amos 3:3. Dan seterusnya, tetapi pada siang hari ini kita ingin membaca Matius 19 ayat 19. Maar vandaag gaan wij uit Matteüs 19 vers 19 lezen. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matteüs 19 vers 19. Eer uw vader en uw moeder en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Bagian kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Het tweede deel zegt, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Di dalam ayat ini seringkali kita melupakan satu hal yang paling dasar. En vaak als wij deze les of deze vers lezen, vergeten we juist het belangrijkste punt hier. Kita memikirkan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Wij denken, hoe kan ik mijn naaste lief hebben? Tetapi kita lupa, Yesus berkata, seperti dirimu sendiri. Maar we zijn ook vergeten dat Jezus gezegd heeft zoals u uzelf lief hebt. Tugas kita pertama adalah mengasihi diri kita sendiri. Dus onze eerste taak is van onszelf houden. Di dalam Efesus pasal 5. In Efesius 5. Tidak usah dibuka mengenai perkawinan. U hoeft het niet te openen, maar het gaat over het huwelijk. Tugas kepada suami adalah. De taak van de man, van de echtgenoot is. Harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Is dat hij van zijn vrouw moet houden zoals hij van zichzelf houdt. Jadi sebelum mencintai istri, haruslah kita mengasihi diri sendiri. Dus voordat hij van zijn vrouw kan houden, moet hij van zichzelf kunnen houden. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak punya kasih? En hoe kunnen we dus van onze naaste lief hebben als we niet zelf van ons houden? Bagaimana kita bisa mempraktekkan kita mengasihi sesama manusia padahal kita belum punya kasih? Nah, hoe kunnen we dat dus in praktijk brengen om van onze naaste lief te hebben terwijl we van onszelf ook niet houden? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia sedangkan diri kita sendiri saja kita tidak bisa kasihi? Nah, hoe kunnen we van anderen houden als wij niet van onszelf kunnen houden? Padahal ini adalah hal yang paling dasar. En terwijl dit is het belangrijkste punt of het belangrijkste basis gebeurt. Kalau saya bertanya kepada saudara, siapakah saudara? Als ik aan u vraag, wie bent u? Siapakah Anda? Wie bent u nou? Kalau saudara menjawab, saya pendeta, saya insinyur, saya dokter. Als u zegt, ik ben predikant of ik ben ingenieur of ik ben een arts. Itu bukanlah siapa saudara. Dat is niet op mijn vraag van wie bent u. Itu adalah pekerjaan saudara. Maar dat is uw beroep. Itu apa yang saudara kerjakan. Dat is wat u als beroep uitoefent. Tapi yang saya tanyakan, siapakah saudara? Maar wat ik aan u vraag is, wie bent u nou? Siapakah Anda? Wie bent u nou? Saya pernah ketemu seorang profesor. Ik ben ooit een professor tegengekomen. Yang berkata kepada saya. Die ooit tegen mij zei. Saya di perguruan tinggi, saya profesor. Ik ben heel hoog opgeleid, ik ben een professor. Tetapi di dalam Alkitab saya kucing kampret. Maar in de Bijbel ben ik eigenlijk helemaal niks. Saya tidak mengerti siapa saya sendiri. Ik begrijp mezelf niet wie ik ben. Jadi saudara-saudaraku, sebelum kita bisa mengasihi orang lain, dus, mari kita belajar mengasihi diri kita sendiri. Dus broeders en zusters, voordat u van anderen gaat houden, probeer eerst van uzelf te houden. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwanya binasa. En de Heer Jezus heeft ook gezegd, wat heb je eraan als je de hele wereld hebt in je handen, betapa maar je gaat sterven. Betapa berharganya diri kita. Dus hoe belangrijk is of hoe waardevol is ons leven? Baru satu manusia. Zelfs één persoon of pas één persoon. Itu jauh lebih berharga daripada seisi dunia ini. En zelfs één persoon is veel meer waard dan de inhoud van deze hele wereld. Tetapi banyak orang yang berpendidikan
yang tinggi tidak tahu siapa dia. Maar heel veel mensen die heel hoog opgeleid zijn weten niet wie ze zelf zijn. Melalui Alkitab kita akan melihat kira-kira tidak lebih tidak kurang. Saya tidak akan bicara lebih pintar dari Alkitab, tapi apa yang ditulis oleh Alkitab, siapakah kita, bagaimana kita bisa mencintai diri kita. Nah, ik ga dus met u uit de Bijbel lezen met over het onderwerp wie zijn we eigenlijk en hoe kunnen we van onszelf houden. Dengan secara gamblang saja, secara cepat, hal-hal yang kecil, bagaimana kita bisa bilang saya kita mencintai diri kita sendiri kalau kita terkena narkotik. Snelle voorbeelden opgeven. Hoe kunnen we nou voor onszelf houden als we verslaafd zijn aan narcotica bijvoorbeeld? Bagaimana kita bisa bilang kita mencintai diri kita, kita malas datang di kebaktian? Of hoe kunnen we nou zeggen dat wij van onszelf houden terwijl we altijd lui zijn om naar de kerk te gaan? Bagaimana kita bisa bilang mencintai diri kita sendiri tetapi kita tidak menghargai istri kita? Of hoe kunnen we nou van onszelf houden terwijl wij onze vrouw niet waarderen? Tetapi sekarang saudara-saudara, mari kita mau belajar seperti apa kita mencintai diri kita. Maar laten we nu echt leren wat het is, hoe het is om van onszelf te houden. Bagaimana caranya kita mengasihi diri kita sendiri? En hoe, op welke manier kunnen wij van onszelf houden? Sebelum kita mengasihi orang lain. Voordat wij van anderen houden. Yang pertama di dalam Amsal pasal yang keempat. Eerste is Amsal Sulaiman. Dat is Spreuken, hè? Spreuken. Pasal 4. Spreuken 4. Ayat 23. Vers 23. Saudara tahu di mana Amsal itu 4 ya? Itu sebelum Amsal 5. Spreuken 4 itu voor Spreuken 5. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Spreuken 4 vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Yang pertama, kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita harus menjaga hati kita. Het eerste punt is, als wij van onszelf kunnen houden, is dat wij ons hart zelf moeten behoeden. Dalam bahasa Indonesia, karena dari situlah terpancar kehidupan. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Tetapi di dalam bahasa Inggris, karena dari situlah terpancar urusan-urusan hidup. Ja, het Engels is bijna hetzelfde als het Nederlands, oorsprongen des levens. Indonesisch is iets anders, maar wij hebben. Jadi dikatakan bahwa dari situlah terpancar urusan-urusan hidup. Dus van daaruit zijn de oorsprongen des levens. Dus Tuhan Yesus mengatakan, leven te maken hebben. Tuhan Yesus mengatakan urusan hidup adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Dus de oorsprongen des levens is wat de Heer Jezus bedoelde met wat wij nodig hebben aan eten. Untuk hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, jagalah hati. En daarom zegt de Heer Jezus, behoed uw hart hiervoor. Di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 22, hei anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu, ayat 21, di lubuk hatimu. In vers 20, mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, vers 21, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Betapa hati kita ini penting. En hoe belangrijk is ons hart? Tuhan lebih melihat hati daripada melihat gaya luar. De Heer die kijkt meer naar ons hart dan naar ons doen en laten. Dikatakan pada waktu Daud mau dipilih oleh Tuhan, oleh Samuel, maka Daud tidak pernah masuk dalam hitungan. En daarom David gekroond werd tot de koning, heeft David dus nooit gekeken of werd nooit rekening gehouden met David. Ayahnya saja enggak mau keluarkan Daud. Zelfs de vader van David wilde hem niet naar voren schuiven. Karena kerjanya, bisnisnya tukang jaga domba. Want zijn taak was als herder, dus schapenhoeden. Jadi yang dikeluarkan nomor 1 di hadapan Samuel adalah Eliab. Dus nummer 1, de eerste zoon die naar voren werd geschoven naar Samuel was Eliab. Seorang tentara kalau sekarang pangkatnya itu brigadir jenderal. Dus dat was een generaal in deze tijd, zou hij een generaal zijn. Badannya tinggi, dadanya bidang.
Hij was dus hoog, lang en stoer. Dadanya bidang, perutnya kecil. De hele grote borstkast en kleine buik. Tidak seperti di negeri Belanda, dadanya kecil, perutnya bidang. Dus zoals in Nederland, kleine borstkast, maar wel grote buik. Tapi Eliab ini begitu hebat kelihatan, sampai Samuel waktu dia pegang tanduk berisi minyak, dia bilang, ini orangnya. En hij zag er zo geweldig uit in Eliab dat Samuel zelf zei van, nou, dit is de persoon. Dikatakan di dalam Alkitab, hatinya berkata, di hadapanku berdiri orang yang dilantik Tuhan. En zelfs in zijn hart sprak tot hem van, voor mijn ogen staat de keus van Gods. Tetapi ketika dia mau tuangkan minyak. Maar op het moment dat hij de olie wilde doen op Eliab. Tuhan bilang, bukan ini. Zei de Heer, nee, niet deze man. Manusia hanya melihat yang di luar. Dus de mens die kijkt alleen maar naar het uiterlijk. Tetapi aku melihat sampai di dasar hati. Maar ik kijk tot in het diepste van het hart. Inilah manusia, saudara-saudara. En dit is nou de mens, broeders. Berbeda dengan Tuhan. Heel anders dan de Heer. Manusia selalu melihat dari luar. De mens die kijkt altijd naar het uiterlijk. Dia menilai dari luar. En hij oordeelt naar het uiterlijk. Dia menilai dari pakaian. En hij oordeelt naar zijn kleding. Dia menilai dari gerak-gerik. En hij oordeelt naar zijn doende laten. Manusia mencurigai dari luar. En de mens die is achterdochtig van menilai dari luar. En die oordeelt naar het uiterlijk. Tetapi Tuhan yang kita sembah. Maar de Heer die wij aanbidden. Dia menilai sampai di dasar hati. Die oordeelt naar het diepste van uw hart. Itu sebabnya Salomo berkata, jaga hati. En daarom zegt Salomo, behoed uw hart. Karena dari situlah terpancar urusan-urusan hidup. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Aku tidak pernah memilih orang ini, kata Tuhan. En de Heer heeft gezegd, ik heb nooit voor deze man gekozen. Apa yang terlihat dan gagah di hadapan manusia, sudah ditolak oleh Tuhan. Ook al ziet hij er van uiterlijk geweldig uit, maar toch afgewezen door de Heer. Sejak saya baca ayat itu. En op het moment dat ik dat vers heb gelezen. Saya tidak takut penilaian manusia seperti apa. Ben ik helemaal niet meer bang over wat mensen over mij zeggen of oordelen. Yang saya takutkan adalah penilaian Tuhan. Maar waar ik wel vrees voor heb is het oordeel van bisa God. Membunuh, membinasa. Het oordeel van God die mij kan doden, die mij kan. Dikatakan di sana, jagalah hati. En hier wordt dus gezegd, behoed uw hart. Hati adalah sumber. Hart is de bron. Sumber adalah hati. En de bron is het hart. Di dalam bahasa Inggris kalau bilang hati-hati itu memang be careful. In het Engels is hati-hati of Indonesisch is wees voorzichtig. Tapi dalam bahasa Indonesia hati-hati itu dua kali hatinya, hati-hati. Maar in het Indonesisch hati-hati twee hartjes. Jadi bahasa Indonesia lebih bagus dari Inggris karena Inggris enggak ada hatinya sama sekali. Dus het Indonesisch is mooier dan het Engels, want in het Engels kent helemaal geen hart. Hati-hati. Dus hart of ja, harten of hartjes. Voorzichtig. Dari hati keluarlah segala hal-hal urusan-urusan hidup. Want uit het hart komt de oorsprongen des levens. Yang kedua. Het tweede punt. Amsal 4 ayat 24. Spreuken 4 vers 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Yang pertama, jaga hati. Dus het eerste was uw hart behoeden. Kalau saudara cinta diri saudara sendiri, yang kedua jaga mulut. En als u van uzelf houdt, is dus let op uw mond. Banyak problem karena disebabkan oleh karena mulut. Vele problemen komen voort uit de mond. Buanglah mulut yang serong. Doe weg van u de valsheid van mond. Bahasa Inggris mulut yang penuh dengan penipuan. Het Engelse zegt ook mond vol met bedrog en list. Dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu. En hou ver van u de verkeerdheid der lippen. Bahasa Indonesia lama cupar mulut. Cupar mulut. Seperti bebek. Of als een kwekkende, als het de lippen van een eend. Kwekkende lip. Oleh karena satu kata. Slechts door één woord. Yang sama. Een verkeerd woord. Kota Bandung rusak hancur. Slechts door één woord is de stad Bandung helemaal verwoest. Toko-toko orang Tionghoa hancur dilempar. De toko's van Chinese mensen zijn helemaal verwoest. Ada orang Tionghoa yang sedang menikah diobrak-abrik, maaf bicara, pengantin perempuan jadi perkosa. En zelfs op een Chinese bruiloft werd zelfs de Chinese bruid verkracht, sorry voordat ik het zeg. Jangan kaget, ini terjadi tahun 72. Maar wees niet
Wees niet bang, dat was in 72. Karena ada tabrakan antara VW, kodok, VW kodok dengan satu roda. De aanleiding was een aanrijding VW met een motorfiets. Yang fusi roda itu namanya Tosin. Degene die de fiets bestuurde heette Tosin. Dikabarkan dia mati. Werd gezegd dat hij gestorven is. Hanya disebutkan mati. Bagaimana keadaan itu kusir mati? Hanya itu saja. Dus iemand vroeg hoe zit het nou met die toezicht? Er zijn iemand dood. Seluruh Bandung anti Tionghoa. En alleen door dat ene woord dood werden al die mensen in Bandung bestegen, de Chinezen. Ketika diperiksa, Tosin sehat-sehat saja. En nadat Tosin onderzocht is, alles is oké met hem, alles is gezond. Justru yang rusak VW-nya kena dengan roda, saudaraku. VW-nya penyok, roda tetap kuat. Juist die VW die eet, die is juist kapot. Tapi karena satu kata yang dibikin miring. Maar omdat één woord dus vals uitgesproken werd. Apa yang terjadi, saudaraku? Satu kota hancur. Wat gebeurde toen? De hele stad verwoest. Pernikahan hancur. De bruiloft helemaal verwoest ook. Gereja-gereja di Indonesia sekarang banyak yang pecah. En vele kerken in Indonesië zijn uit elkaar. Karena ada, mulai karena perkataan. Omdat iemand iets verkeerds heeft gezegd. Ada satu gereja di Indonesia pecah tiga. En er zijn zelfs kerken in Indonesië drie afscheidingen ervan. Tiga pimpinannya ini kenal saya. En deze drie leiders kennen Pak Amandato. Tiga-tiganya itu bicara sama saya. En al die drie leiders spreken ook tot hem. Ketika saya dengar urusannya cuma urusan mulut. En toen ik alles heb aangehoord, zei ik, nou, dat is gewoon een kwestie van wat er uitgesproken is. Perhatikan kalau orang dibaptis selam. En let eens op als mensen ondergedompeld worden kaki in de kaki masuk ke dalam air gampang saja. Nou, het is makkelijk, voeten en benen gaan erin. Sampai di dada masuk dalam air gampang saja. Zelfs tot hun middel gaat het lichaam in het water makkelijk. Mau dibaptis. Maar op het moment dat ze gedoopt worden. Mulut ini adalah anggota yang paling akhir, yang paling susah masuk ke dalam air. Op het moment dat ze ondergedompeld willen worden, is de lip, dus het laatste lichaamsonderdeel dat verkeerd wordt. Jakarta ada satu bapak. Dia habis dibaptis, tetapi kemudian mulutnya suka bicara-bicara. Nah, in Indonesië is een meneer die is pas gedood, maar toch die mond van hem blijft maken praatjes. Lalu ada satu ibu bilang sama saya, Pak, mungkin waktu dibaptis dia kurang lama direndam. En toen zei de mevrouw tegen mij, meneer, misschien omdat hij toen gedood werd, moest hij nog langer in het water met zijn mond. Betapa sukar menguasai lidah. Dus het is hartstikke moeilijk om over uw lippen of uw mond te heersen. Menurut Yakobus pasal 3, siapa menguasai lidah, dia menguasai hidupnya. Yakobus 3 zegt ook, wie zijn lippen overheerst, die overheerst ook zijn. Siapa menguasai lidah, dia adalah orang yang dikatakan sempurna. En wie ook over zijn lippen kan overheersen, dat is een perfecte persoon. Di dalam Amsal pasal 14. In Spreuken 14. Amsal pasal 14. Kita membaca ayatnya yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Spreuken 14 vers 20. Zelfs door zijn hati yang tenang. Ja. Spreuken 14 vers 30. Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. Kalau kita kembali lagi kepada hati, kita lihat hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 15. En als we dus nu weer kijken naar het hart in vers 30, een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. Amsal 15 en 15. En nu Spreuken 15 vers 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Spreuken 15 vers 15. Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar door de blijmoedige is het altijd feest. Maar voor de blijmoedige is het altijd feest. Nampaknya antara hati dengan mulut ini ada hubungan yang erat. Kita baca Amsal 18. Dus blijkbaar is er een nauwe verbinding tussen het hart en Even kijken, nou gaan we naar 18, hè? Vers 8. Ja, Spreuken 18. Ini banyak kertas yang jatuh. Banyak kertas yang jatuh. Terus pakai lem. Sudah 7 kali jatuh.
Vers 18. Amsal 18 ayat 6 dan 7. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Spreuken 18 versen 6 en 7. De lippen van de dwaas brengen twist voort en zijn mond roept om slagen. De mond van de dwaas is hem tot bederf. Zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. Saya baru-baru ini minta hadiah kepada jemaat saya. Nou, laatst heb ik een cadeau gevraagd aan mijn gemeente. Saya bilang, saya tidak minta mobil dari Anda. Ik vraag geen auto van u. Karena memang gak pernah mereka kasih mobil. En ze geven mij ook nooit een auto, hoor. Saya tidak minta rumah dari Anda. Ik vraag ook geen huis van u. Dan mereka pun tidak pernah kasih rumah. En ze hebben zelfs ook nooit een Tapi huis van mij gekocht. Minta satu, maar ik vraag één ding. Bersatulah Anda. En dat is word één met elkaar. Jangan ribut. Ga nou niet altijd ruzie maken. Biarlah urusan yang besar dibikin kecil. Maak van een groot probleem een klein probleem. Urusan kecil dibuang saja dilupakan. En gooi dat kleine probleem maar weg. Jangan urusan kecil dibesarkan. Maak niet van een klein probleem een groot Seperti probleem. Seperti tukang martabak telur. Zoals iemand die martabak maakt. Dia kecil tapi dibesar-besarkan. Nah, hij begint dus met een kleine omelet te maken en maakt hij een grote Setelah omelet. Besar dikasih bumbu. Als het te groot is, een beetje kruiden erbij. Lalu dilipat dan digoreng. En dan gevouwen en dan in de pan. Dikasih garam. Met zout erop. Dan dihidangkan. En dan zo voorgeschoteld krijgen. Saya minta hadiah, jangan ribut. En ik heb gevraagd als cadeau, ga geen ruzie maken. Saya tahu begitu jemaat ribut, berkat Allah ditarik oleh Tuhan. Want ik weet zodra mijn gemeente ruzie met elkaar maakt, ja, de zegen van God. Tapi kalau jemaat bersatu. Maar als de gemeente één wordt. Mazmur 133 berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. En in Psalm 133 staat ook, ga daarheen waar de zegen is van God. Ayat 7 berkata, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Vers 7 zegt, de mond van de dwaas is hem tot verderf. Dikatakan bibir menjadi jerat bagi nyawa. Zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. Ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. In vers 20, van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. Dan perut selalu bicara ekonomi. En de buik of het binnenste wordt mee bedoeld economie. Siapapun kita, jemaat manapun kita, akan dikenyangkan oleh hasil perkataan oleh mulut kita. En wie we ook zijn, tot welke gemeente wij ook behoren, waar kunnen we dus altijd ons binnenste verzadigd worden. Berhentilah kalau bisa, kalau nggak bisa kurangi. Berhentilah ngomel. Dus als het kan, stop met mopperen. Tambahilah perkataan yang positif. Maar doe meer positieve dingen. Kadang-kadang kita harus bertobat dari perkataan yang negatif. En soms moeten wij ons zelf bekeren van negativiteit. Kita selalu tanpa sadar berkata, wah ekonomi tahun ini payah. Vaak zeggen we, ach de economie van dit jaar is heel erg triest. Seolah-olah kita yang menguasai ekonomi. Nou, alsof wij over de economie heersen. Wah perdagangan tahun ini susah. Of we zeggen, ook de handel is zo triest dit jaar. Sama seperti suara kereta api zaman dulu di Garut itu yang hitam. Zoals het geluid van de stoomtrein vroeger in Indonesië. Hanya bedanya dengan dari Tiongkok itu klaksonnya Louis. Sama juga Louis juga duit-duit juga. En de Chinese Indonesische die zeggen iets anders, maar het wordt wel hetzelfde bedoeld. Padahal sekarang kereta sudah menjadi diesel. En nu is de trein rijdt op diesel. Sukses. En het zou eigenlijk moeten worden sukses. En bunyi klaksonnya juga tiau. Salin aja kalau bisa. Cetiau, notiau, satiau. Volgens mij allemaal was je deze gerechten. Paling jeleknya kue tiau. Kue tiau,
Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. 21. Dood en leven zijn in de macht. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wie aan haar toegeeft zal haar vrucht eten. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dus leven of dood en leven zijn in de macht der tong. Di Amerika, saudara-saudara, ada seorang penjual ayam. In Amerika is er een poelier. Ya, orang Kristen. Een christelijke poelier. Dan puji Tuhan hari itu laku. En prijs de Heer, hij verkocht zijn kip. Tinggal satu ekor ayam. Hij was alleen maar nog één kip moest hij nog kwijt. Dia sudah taruh di laci mau tutup. En die kip heeft hij in een laag gezet, hij wilde afsluiten. Lewatlah satu ibu. En dan kwam een mevrouw langs. Dan dia katakan, Bapak ada ayam. En die mevrouw zei, meneer heeft u kip? Ada, saya beli satu. Hij zegt, ja ik heb het, goed ik koop het. Dia ambil itu ayam dan dia kilo. Dia en pasang dan dia timbang. Hij nam dat kip en woog het aan de weegschaal. Nyonya itu ketika lihat ayam itu terlalu kecil, dia bilang, saya lihat ini ayam terlalu kecil, ada yang lain? En die mevrouw keek naar dat kip en die zei van, nou het is mij te klein, die kip, heeft u een andere kip? Kalau bapak ini bilang, tidak ada ibu, ini sudah yang terakhir, urusan selesai. Als die meneer, die poelier zou zeggen, nee mevrouw, dit is de laatste kip, dan is het probleem opgelost. Tetapi karena dia ingin punya uang lebih banyak, dia mulai berdusta. Maar omdat hij nog meer geld wilde verdienen, begon hij te liegen. Dia bilang, no problem, ada. Dia ambil itu ayam. En hij zei geen probleem, hij dia pakte masuk die kip. Laci. Doe het in, deed het in de la. Dia ambil lagi. En dia gantungkan lagi. Hij ja, haalde het weer uit de la, woog het weer. Lalu dia pura-pura kilonya ditambah 1-2 ons. En hij deed alsof die kip 2 ons meer woog. Itu ibu lihat ini ayam. Masih kecil, akhirnya dia bilang, saya beli dua-duanya saja. En die mevrouw keek naar de kip en zei, nou dit is me ook nog te klein. Ik heb, weet je wat, ik koop het allebei. Ceritanya hanya sampai di situ, saudara-saudara. Urusannya jadi panjang. Nou, tot daar alleen dat verhaal, maar ja, nog grote problemen. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dus dood en leven zijn in de macht der tong. Di Amerika juga ada seekor, seorang tukang jual kuda. In Amerika is er ook iemand die paarden verkoopt. Tiap minggu kurang lebih dia bisa jual seekor kuda. En nou, elke week kon hij wel één paard verkopen. Kemudian satu hari ada orang kaya tawar dia punya kuda. En op een gegeven moment kwam een rijke persoon berapa, aan. Berapa ini kuda? Die vroeg van hoeveel kost dat paard? Dia bilang saya mau jual $250. En hij zei $250. Oh, itu terlalu mahal. $200 saja. Dat is te duur, zegt die rijke persoon. 200 maar. Maaf pak, $200 itu saya punya hasil pembelian. Saya belinya $200. Saya hanya mau jual 250. En hij zei, sorry meneer, maar $200, dat is de inkoopprijs. Ik wil het verkopen voor $250. Kuda itu cukup bagus dan anaknya orang kaya ini ingin kuda. Hari ini dibayar saja 250. Nou, en omdat het paard goed uitzag, mooi uitzag en dat kind wilde dat paard graag hebben, kocht hij dat voor 250. Setelah satu minggu. En na één week. Tukang kuda itu tidak sengaja dia periksa bon-bon pembelian. En die paardenverkoper die deed het niet bewust, maar hij ging alle bonnen checken. Dan dia lihat bon pembelian bukan $200, tapi dia beli itu kuda $150. En hij zag dat hij voor dat ene paard niet $200 had ingekocht, maar voor $100. Sebetulnya dalam urusan dagang itu sudah uang dia, dia sudah untung. En ja, handels geest die zegt dan, nou dat is dan fijn, dat is zijn winst. Orang kaya sudah bayar dengan rela $250. En die rijke persoon die heeft bereid willig $250 betaald. Tetapi karena dia mau jaga lidahnya. Maar omdat hij ja, zijn lippen wilde behoeden. Dia datangi itu alamat dan dia bilang, Tuhan saya minta maaf. Karena waktu saya periksa itu pembelian ternyata $150. Tuhan membayar saya kelebihan $50. Saya kembalikan. En hij ging dus in zijn goedheid naar die rijke persoon toe en die legde de situatie uit dat hij eigenlijk ja, voor dat paard te veel gekocht heeft. Orang kaya itu bilang, tidak apa-apa, sudah itu, sudah lewat satu, sudah nggak apa-apa, saya ikhlas kok, sudah nggak apa-apa. En die rijke persoon die zei, oh dat geeft niks, dat geeft helemaal niks, ik was toch bereid willen. Tapi tukang kuda itu bilang, tukang kuda ini bilang, tolong pak, saya itu seperti berdusta kepada diri saya sendiri. Tolong bapak terima, saya senang sudah dapat $200 dari bapak. Terima kasih. En die paardenverkoper die zei, nou meneer alstublieft, want ik voel mij als een leugenaar hier. Ik wil graag die $500 teruggeven aan u, ontvang het nou maar. Dan akhirnya
Orang itu menerima kembali uang $50. En uiteindelijk die rijke persoon die nam die $50. Apa yang terjadi? Maar wat gebeurde toen? Kemanapun orang kaya ini berjalan. Waar die rijke persoon ook liep. Dia bilang luar biasa itu tukang kuda di sini. Hij vertelde dus aan iedereen dat is zo'n buitengewone man die paarden verkocht. Betapa jujurnya dia. Hij is zo eerlijk. Aku seumur hidup tidak akan beli kuda di tempat lain. Sama dia saja aku beli kuda. Zolang ik leef, ga ik nergens anders paard verkopen. Dia ceritakan kemana-mana apa yang sudah terjadi. Dus hij vertelde overal wat er gebeurde. Apa yang dilakukan oleh tukang kuda ini sudah menjadi iklan bebas. Orang kaya ini menjadi iklan berjalan. En wat die paardenverkoper dus deed, dat is nu eigenlijk door die rijke persoon gewoon reclame geworden. Biasa tukang kuda itu menjual kuda satu minggu satu ekor kuda. En normaal gesproken verkocht hij per week één paard. Tetapi sekarang malahan dia jual satu bulan 20 ekor kuda. Maar nu verkoopt hij in één maand 20 paarden. Yang terakhir, yang ketiga. En tenslotte laatste, punt 3. Di dalam Yeremia pasal 18. Yeremia 18. Di dalam Yeremia pasal 18 kita membaca ayat 1 mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hei kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hei Israel. Ayat 6 saja. Yeremia 18, ik ga alleen maar voorlezen vers 6. Heren, tot mij zou ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis Israëls, luidt het woord des Heren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Seperti tanah pada tangan penjunan atau tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Tidak lebih, tidak kurang, kita hanyalah tanah liat belaka. Dus we zijn niet minder of niet meer dan leem als in de pottenbakkers hand. Waktu saya masih kelas 4 SD. Toen ik in de vierde klas zat van de lagere school. Kita suka bikin pekerjaan tangan, membeli tanah lempuh, tanah liat. Hebben wij dus als handnijverheid. Dari satu pabrik genteng. Hebben wij van een fabriek gekregen leem. Dan disuruh boleh bikin apa saja dari tanah liat yang ukurannya sama. En vanuit dat leem mochten wij als opdracht iets maken wat wij wilden. Ada yang bikin asbak, ada yang bikin segitiga, ada yang bikin pistol, macam-macam. Nah, iemand maakte een asbak van, of iemand maakte figuurtjes van, of een pistool. Maunya kita mau bikin apa saja dari ukuran tanah yang sama. Dus het was een vrije opdracht, maakt niet uit wat wij wilden maken van dat leen. Siapakah kita yang mau mengatur Tuhan dan berkata, Tuhan jadikan saya begini, jadikan saya begini, jadikan begini. Nah, wie zijn wij nou om tegen de Heer te zeggen, Heere, ik wil dat worden of ik wil zus worden, maak mij zo of zo. Waktu saya masih SMP itu, saya itu minder sekali orangnya. Toen ik op de lagere school zat, had ik echt last van minderwaardigheidscomplex. Dengan potongan hidung saya. Door ja, de vorm van mijn neus. Karena anak-anak teman-teman saya itu saudaraku ganteng-ganteng, mancung-mancung. Want mijn vrienden die hadden allemaal mooie lange neuzen, zagen er heel erg knap uit. Hanya saya saja yang punya potongan hidung seperti kodok jongkok. Alleen broeder Amandatu heeft een andere vorm van neus. Tapi pernah saya mengambil diam-diam jepitan jemuran ibu saya. En hij heeft ooit stiekem wasknijper van zijn moeder genomen. Setiap tidur siang saya jepitkan di hidung saya supaya saya bisa mancung. En elke middag bij middag slaap deed hij dus zo die wasknijper op zijn neus. Saya merasa minder sekali. En hij had dus echt last van de minderwaardigheidscomplex. Sekarang saya punya jemaat seorang dokter ahli operasi plastik. En nu heb ik een gemeentelid die is een plastische chirurg. Sekali-sekali nanti saya bawa ke sini. Dia pintar, dia bisa bicara 6 bahasa.
En ik zal eens een keertje hem meenemen. Ja, hij spreekt ook 6 talen. Dia seorang wanita, dokter yang... Of zij, het is een vrouw. Termasuk 25 wanita terkenal di Indonesia, dia salah satunya. Dia dokter ahli operasi plastik, bedah plastik. En zij behoort tot de meest bekende artsen in Indonesia. Zij is dan dia tawarkan kepada saya, Pak Onda Tu mau hidup Pak Onda Tu di Eropa. En ze kwam dus naar me toe. Elvis Presley. En ze kwam dus naar me toe en zei, broeder Amandato, wilt u een neus hebben zoals Elvis Presley? Mungkin kalau waktu SMP saya mau, tapi sekarang saya bilang tidak. Nou, misschien op de lagere school had ik ja gezegd, maar nu niet. Saya takut saudara-saudaraku, saya langsung nyanyi, once for the money. Dan bang dia kini sosial fis gaat zingen en praten. Karena saya takut saudara hal-hal itu nanti jadinya tidak baik kepada saya. Okay, is, saya sudah jadi pendeta. Hij is dus bang dat die dan onzin gaat uitkramen en geen goede dingen meer zegt, dus hij wil gewoon een voorganger blijven. Ada seorang ibu saudaraku kecelakaan pada usia 40 tahun. Er is een mevrouw die is verongelukt op 40-jarige leeftijd. Dan rohnya naik ke surga. En haar geest die ging ten hemel. Tapi Tuhan bilang, kamu belum waktunya mati kembali. En masih ada 25 tahun untuk kamu. En de Heer zei, het is nog niet jouw tijd om te sterven. Ga terug over 25 jaar pas. Dan dia hidup kembali. Dus zij ging dus terug. Lalu dia operasi plastik. En zij onderging plastische chirurgie. Ketika operasi plastik, dia menyeberang jalan, ditabrak mobil, dia mati lagi. Zij stap over, werd omvergereden, door een auto gestorven. Ya, ketika masuk ke surga dia protes, Tuhan bukankah saya engkau berjanji masih 25 tahun lagi? En in de hemel protesteerde ze tegen de Heer, Heer, u zei toch dat ik nog 25 jaar te leven heb? Tuhan berkata, sorry, saya nggak kenal siapa anda. Heer zei, sorry, ik ken jou niet, wie ben jij? Jadi sudah daripada nanti saya di surga nggak dikenali, sudahlah dengan hidup ini saya sudah saya terima apa adanya. Dus ik ga beter met mijn neus het leven door dan dat ik in de hemel niet meer herkend word. Kita tidak bisa merubah kehendak dari penjunan. Dus wij kunnen niet onszelf veranderen van wat de pottenbakker wil. Terima keadaan kita, tetapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang khusus bagi kita. Dus we moeten de situatie aanvaarden, maar dan wel met het geloof dat het beste is wat de Heer geeft aan ons. Tuhan mempunyai jalan bagi kita. Want God die heeft een weg voor ons. Tuhan mempunyai rencana yang kita tidak pernah pikir sebelumnya. En de Heer die heeft ook een plan met ons waar we nooit zelf aan gedacht hebben. Saya tidak sekolah tinggi. Ik ben niet hoog opgeleid. Saya hanya sampai SMA. Ik heb alleen de middelbare school. De tetapi saya sudah keliling dunia. Maar ik ben toch al rond de hele wereld. Membawa Injil Tuhan. Met het evangelie van God. Saya berkenalan dengan presiden. En ik ken ook presidenten. Saya diundang oleh presiden. Ik word zelfs uitgenodigd door presidenten. Walaupun presiden tidak bisa melihat saya. Ook al ziet de president mij niet. Memang Gus Dur itu presiden kamu. Dia tidak bisa lihat saya. Gus Dur ya, dia een beetje half blind, dus hij zag hem zelf. Saudara-saudaraku, di mana kita berada, itu adalah berkat daripada Tuhan. Dus dames en heren, waar we ook mogen zijn, dat is de wil van God. Saya pernah diundang Pak Harto. Ik ben ook uitgenodigd door Pak Harto. Saya bertemu dengan Tri Sutrisno. En ik heb ook Tri Sutrisno ontmoet. Saya pernah dijemput oleh Presiden Ronald Reagan di sebelah kiri dan Caspar Weinberger di sebelah kanan. En ik ben ook zelfs opgehaald door Reagan aan mijn linkerkant en nog een bekende persoon aan mijn rechterkant. Saya pernah berjabat tangan dengan Ali Sadikin. En met Ali Sadikin heb ik ook de hand geschud. Dan saya cukup, saudaraku bangga, waktu saya diundang oleh Kaisar Akihito. En ik ben ook heel erg trots op dat ik uitgenodigd werd door keizer Akihito. Walaupun itu hanya dalam mimpi. Ook al is het maar een droom. Tetapi itu cukup membanggakan. Tetapi kalau Yesus Raja segala raja memilih saya sejak dari kandungan ibu saya. Maar als de Heer Jezus al voor mij gekozen heeft. Ini adalah kebanggaan di atas segala kebanggaan. Maar als de Heer Jezus mij al gekozen heeft sinds ik in de buik ben van mijn moeder, dat is echt iets waar ik trots op ben. Kalau saya tanya sekali lagi, siapakah Anda? Dus als ik nogmaals vraag aan u, wie bent u? Maukah kita mengakui di hadapan Tuhan, saya hanya tanah liat yang tidak ada arti apa-apa kalau bukan karena Yesus. En wilt u dan tegen de Heer, of kunt u dan tegen de Heer zeggen, of tegen mij zeggen, ik ben slechts alleen van de Heer Jezus Christus. Saudara mau mencintai orang lain, coba cintai diri saudara sendiri. Nou, en als u probeert van anderen te houden, probeer eerst van uzelf te houden. Jaga hatimu. Behoed uw hart. Jaga lidahmu. Behoed uw lippen. Bahwa kita ini kenal hanya tanah liat belaka.
Want wij zijn uiteindelijk van leem gemaakt en ook wit. Kiranya Tuhan memberkati saudara, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Dat u gezegend mag worden door de Heer en gezegend zijn zij, degene die naar het woord luisteren en het woord doen. Kita tunduk kepala.